Yeah, what up, what up, what up? We are back in the building. Dit is House of Styles East 9 Studio met Break the COVID. The final results, man. Who took it? Who's it gonna be? Ik ben erg benieuwd. Jullie hebben gestemd. Ik ben in Groningen geweest. We hebben Timbo gehad tegen Danny. Het was aan, het was lauw, het was dope. Het was op een mooie spot, historische, mooie historische spot in Groningen. Dat station daar zo, super mooi. Super rauw, super clean, super, ja, was gewoon flex, was dope. Aight, ik ben benieuwd, ik heb echt net pas de telefoon aangezet. En ik heb ook nog niet gekeken wat er in die prijzenpot zit. Dus laten we dat eerst even checken. Ik ben erg benieuwd. Ik wil wel zeggen, de battle is echt goed gedeeld. Dank jullie wel daarvoor. Dankjewel Lucas, dankjewel Pater, dankjewel Timbo, dankjewel Danny. Uiteraard zonder jullie was heel deze Break Battle niet eens mogelijk geweest. Dus super dope dat jullie down zijn met Break the COVID. Dus dankjewel, dankzij jullie is deze mogelijk gemaakt. Jullie hebben hem ook lekker zitten, lekker zitten pompen op internet, heb ik gezien. Dus heel dope. Ik ga gewoon naar de link en kijken wat er is gebeurd. 8 keer gedeeld. 544 weergaven. Dat is tot nu toe de beste Break the COVID in de rij. Dus super dope. Iedereen voor de comments. Dankjewel dat jullie die comments hebben gegeven. Dankjewel dat jullie dit supporten. Dat jullie delen. Rodney, je weet, brada. Ik zie jij elke keer die Break the COVID's delen. Big up to yourself, man. Dankjewel. Doet me echt goed. Al mijn andere peoples die dit supporten. Heel dope, dankjewel. Dit is waar we voor het doen. Het is voor die scene, je weet zelf. Dus, heel goed. Oh ja. De donations, heel spannend. Voordat we gaan kijken wie de winnaar is, gaan we kijken wat er in de pot is. Of gaan we kijken eerst wie de winnaar is en wat er in de pot zit. Waar gaat het om? Het gaat om de winnaar. Het gaat niet om de pot. Dus, without further ado... Ratatatatata. Ik ga toch even stiekem kijken hoor. Without further ado. En. Where's my screen? Where's my beautiful screen? En als eerste laat ik zien met het zwarte shirt aan. Aan de linkerkant van je scherm. Het is Timbo met 4 punten. Alright, 4 points voor Timbo. Lekker, lekker, lekker. Danny. Yes, yes. Wat heb je gedaan? Hoeveel stemmen zijn er voor jou gekomen? Piggy. 0. Yes. Ook mooi. Een rond getal. Geen begin, geen einde. Geweldig. Jammer, geen stemmen voor Danny. Je hebt het goed gedaan. Maar de winnaar van Break the COVID nummer 4 is geworden Timbo uit Groningen. Brapapapapap, big up yourself. Gefeliciteerd. Je gaat door naar de volgende ronde. Wat zit er in de pot? Nou, je zou zeggen, omdat hij toch flink is gedeeld. En flink gedeeld. Flink bekeken. Sorry boys. 0 euro. 0 euro. Oké, serieus. No worries. We're gonna pick it up. We gaan gewoon door. We gaan verder. En Tim, jij bent door naar de volgende ronde. Helaas geen tikkie van mij gekregen. Dus we gaan kijken. Ik weet het niet. Die Red Bull BC One pet die ik had om te verloten aan degene die... zou hebben gedoneerd, ja. Ook niet. Deze prachtige, nee. Die blijft voor de volgende keer. Of misschien wil helemaal niemand deze pet. Misschien moet ik wel iets anders met iets anders komen. Nou, we gaan zien. Gefeliciteerd nogmaals naar de winnaar. 0,50. Yes, Timbo. Alright, goed. De volgende stad. De volgende stad. Waar, oh waar gaan we naartoe? Yeah. Waar, oh waar gaan we naartoe? In ieder geval nog niet naar Duitsland. In ieder geval nog niet naar Engeland, België,
Ik hoorde dat Frankrijk sowieso helemaal niemand binnen wil laten deze zomervakantie. Dus naar Frankrijk gaan we ook niet. Ja. Wat gaan we dan doen? We gaan even bellen. Oké. Ik weet niet of die opneemt. Spannend, 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 spannend. Yo, are you now? What's up, my man? Yeah, man, je bent in de uitzending. Breek de COVID-4. Who's gonna take it? Dus ik heb net besproken dat ik heb net de uitslag gegeven. Timbo heeft Groningen gewonnen. Dus ja, hartstikke lauw. Danny 0 punten, Timbo 4 punten. Dus hartstikke tof. En ja, ik heb mijn kaartje klaarstaan hier zo. En ik denk, ik ga maar inzoomen en ik ga even bellen. Maar ik zit echt gelijk gewoon spot on op 's-Hertogenbosch. Volgens mij kom jij daar vandaan. Zeer zeker, man. Den Den Bosch, man. Nou, gezellig. Ik kom langs dinsdag. Ik weet niet hoe, ik weet niet hoeveel. Kijk, ik roep maar wat, hè. Want ik denk iedereen die heeft wel wat te doen natuurlijk. Maar ik weet niet of je dinsdag kan. Maar dinsdag stond op de planning om richting Den Bosch te komen. Ja, het moet te regelen zijn. Ik moet even kijken hoe laat dan. Dat gaan we allemaal fixen. Gaan we allemaal fixen. Ga ik jou nog even connecten. Is goed, bro. Maar wie gaan er dansen dan in Den Bosch? Sowieso, Jesus. Ja, denk maar even na. Denk maar even na. Je mag jezelf Ik ga jezelf zo ook. te net bettelen, bro. Dat wou ik dus net zeggen. Daarvoor bel ik jou. Jij dus in ieder geval. Dus denk even na. Ik wil dat je wel, ik wil wel dat je een tegenstander kiest. Waarbij je wel toch even wel flink toch. Ja, weet je, even moet slikken van ai, oké. Het is niet. Ik kies gewoon de hardste boy uit mijn stad naast mij en dat is gewoon Lem. 100% Lentzie. Oh, ik heb Eén hier van zin je in. broer. Woehoe! Eén Lentesi versus Aryuna. Dames en heren, jullie horen het live. Het is geregeld. Den Bosch is aan. Wat is de area code van Den Bosch, broeder? De area code van Den Bosch, Je 073. 073. Geweldig. Met die G erbij. Boom! Dinsdag kom ik naar je toe. Ik bel jou deze week nog. Morgen ga ik je even een belletje geven, Aryuna. Dus be ready for break the COVID-4. Vijf, vijf, vijf inmiddels. Vijf alweer. Haha. Alright, we going up, man. Moving up. Goed, ik zie je. Stay safe, stay healthy. And we keep in touch. Yeah, rustig. Easy. Alright, nou dat was Aryuna. Hij heeft zijn hardste boy uit zijn stad naast hem gekozen. Lentesi. En terecht. Als ik kijk op in social, dan zie je die boys altijd gewoon representen. Aryuna represent al een paar keer in de Holland Cypher van de BC. Dat is toch wel een beetje een mooie graadmeter voor het Nederlands speelveld van dansers, B-boys en B-girls. Yeah. Denk dat ja. Aangezien het toch eindigt met het laatste woord B-girls, dat ik binnenkort maar eens een B-girl battle moet gaan doen. Maar ik heb geen flauw idee waar twee B-girls uit dezelfde stad zitten waar ik nog niet ben geweest. Dus, als jij dat wel weet, laat me weten. Wil jij tegen een B-girl battelen? Of heb jij een bepaalde B-girl die je graag een call-out wil geven op een vriendelijke corona-COVID-break-the-COVID manier? Dan kan dat de East 9 Hotline is ook actief voor dat soort verzoekjes. So, yeah, let's get it. Dit was Break the COVID 4. Who took it? Definitely Timbo took it met 4 punten. Zero in de pot, helaas. Maar we doen het niet voor de money. We doen het niet voor de fame. We doen het voor de love, baby. Yeah, alright. Very cool. Dinsdag, met een beetje Gods hulp, komen we in Den Bosch voor Break the COVID 5. Yeah, ik heb er nu al zin in. Gaat onwijs dope worden. 's-Hertogenbosch, boys, zoek een mooie plek. Jullie weten hoe Break the COVID doet. Jullie kennen heel die Jammin' on Beats die er ook nog steeds gewoon. Jullie weten hoe wij kwamen met locaties. Je weet waar ik van hou. Dus big up yourself, people die hebben gekeken, people die dit delen, iedereen die down is. Dankjewel, big up yourself, stay healthy, stay cool, stay fresh. Dit is a Break
Break the COVID. Mijn naam is T-Bone. Gefeliciteerd naar de winnaar Timbo. Keep it cool, keep it calm, keep it fresh. I love you guys. En we zien elkaar in Den Bosch met Break the COVID Battle nummer 5. Yeah. Peace.